hij ademde voetbal. Harry Bressers was voetbalvereniging gamer. Zeg maar de persoon Harry was eigenlijk wel bepalend. En dan heb je het over wie hij als persoon is. Hij was verbindend, empathisch, goed met de omgeving. Heel goed snappen wie je kunt gebruiken en waarvoor. En op het moment dat de club het nodig heeft om keuze te maken, dat ook durven. En daar buiten durven te komen. Ja, en af en toe dus ook met de vuist op tafel te durven slaan. Dus eigenlijk in zijn dominantie naar de volgende plek gebracht. En ik denk dat heel uniek aan Harry was. Harry Bressers overleed op 84-jarige leeftijd in de vroege ochtend van 11 februari. Voetbalvereniging Gemert verliest in hem een voorzitter die Gemert naar een hoger niveau heeft weten te brengen. Ja, ze zijn toen gepromoveerd in de jaren 70 van de vierde naar de eerste klasse. Dat was destijds op amateurniveau het één na hoogste niveau. En nu spelen we derde divisie en dat is op amateurniveau ook weer het op één na hoogste niveau. Dus we hebben het mooi in stand kunnen houden al die tijd. Dus wij zijn uiteindelijk kampioen hoofdklasse geworden toen voor de eerste keer. En dat moment, dat is een herinnering, die zijn we met heel veel andere mensen ingemen. Zijn we die samen aangegaan. Maar hoe hij dat moment pakte, zeg maar, ook al in het dorp, op het Ridderplein, met de gemeente erbij, die club toespreken. Ja, dat is wel iets wat Harry heel authentiek maakte. En ook zijn autoriteit als persoon. Dus daar heb ik heel veel, altijd wel hele mooie herinneringen aan. Van 1975 tot 2000 was Harry voorzitter van de club. Bij zijn afscheid als voorzitter werd hij benoemd tot erevoorzitter van voetbalvereniging Gemert. Lid van verdiensten van de KNVB, wat zeer uitzonderlijk is. En kreeg hij ook nog de titel lid in de orde van Oranje Nassau. Ja, geruime tijd. Het is 25 jaar. Dus dat zegt al iets. Ja, wat hij voor de club betekend heeft. Die heeft eigenlijk vanaf de plek waar ze ooit in de vierde klasse zijn gestart, de voorzittershamer gehad. En uiteindelijk zeg maar na de eerste klasse met een hele mooie generatie en daarna met weer een nieuwe generatie naar hoofdklasse en op het niveau waar de club nu nog steeds staat. Ja, de basis daarvan, daar kom je bij Harry. En Harry Bress als voorzitter. Ja, Harry die stond altijd midden in de vereniging. Hij was een verbinder. Ja, het zegt iets over zijn rol, maar het zegt ook iets over als vrijwilliger zoveel uren in de club steken die dan gewoon eigenlijk bijna zwart-wit uitstraalt. En je denkt van ja, een voorzitter die toen voorzitter was, blijft dan ook voor altijd voorzitter. Ja, en daar hoort volgens mij die titel dan ook bij. Oh, maar ik vond het heel mooi in de tijd nadat hij voorzitter was. Dat was in 2010 uit bij de treffers voor het landskampioenschap. We speelden daar 2 gelijk en wij werden landskampioen. Harry was al 10 jaar geen voorzitter meer, maar tot ver na het laatste fluitsignaal stond hij midden op het veld te juichen met gebalde vuisten. Zo trots, zo mooi. Ja, dat beeld zal me altijd bij. Na zijn activiteit als voorzitter heeft hij zeker gewoon de dingen nog altijd voor de club gedaan. In termen van aanwezigheid, betrokkenheid en liefst op de achtergrond ook zeker soufflerend naar de mensen die zijn rol hebben overgenomen. Hij schroomde het niet om zijn mening te geven. Dus ik vanmorgen bij het afscheid heb ik het ook als voorbeeld aangehaald. 5 jaar geleden had een hele goede trainer in huis. En dan komt hij naar mij toe en dan zegt hij, we hebben een keer een goede en dan moet ook zo snel mogelijk verlengen. Dus dat hebben we toen ook maar meteen gedaan. Een afscheid dat niet te vermijden was, doet pijn. Maar de goede herinneringen blijven. Ja, dat zijn dan iemand met die leeftijd, met zijn achtergrond. Zijn vrouw die dan onlangs ook is overleden. En zeg maar met de ziekte van Alzheimer, dan is het zeg maar misschien ook goed hè, dat het dan een ergens eindig is. Oh, ja, heel vervelend om dat dan de conclusie te trekken, maar dan is zeg maar, dan kun je eigenlijk ook bijna alleen maar terugkijken naar de mooie dingen. En dat is volgens mij ook wat vanochtend gebeurde. En dat maakt eigenlijk ook wel heel mooi samen. En ja, in aanwezigheid zeg maar met al die mensen die ooit met hem samen hebben gewerkt. En dat geeft tegelijkertijd een soort reuniegevoel. En dat is ook de voetbalclub samen met wie hij was. Dus ja. ik vond dat wel echt heel mooi vanmorgen. Dat tekent morgen. De club ook dan, zeg maar, die samenhorigheid? Ja, zeker. Zoals het ooit was, zoals het is. En ik hoop ook zoals het zal blijven. Ja, wij zullen Harry niet vergeten. Er ligt nu een bloemstuk alweer bij ons vrijwilligersmonument. En daar loopt morgen iedereen weer langs en vandaag ook. En dit weekend staan we ook bij alle wedstrijden even stil. Een minuut stilte voor Harry.